Basisschool De Uilenbrink in Veghel trok woensdagochtend veel bekijks. Ja, we hebben vandaag een open dag om mensen te laten zien hoe ons onderwijs draait binnen de school. En wat we ook fijn zouden vinden als nieuwe ouders hun kinderen gaan aanmelden op deze school. Ja, er is een trend gaande dat er steeds minder leerlingen binnen de basisschool stromen, steeds minder jonge kinderen. Ja, de krimp die gaande is. Maar bovenal staat dat we willen laten zien hoe de kwaliteit van onderwijs vorm krijgt op de Uilenbrink. Geïnteresseerden konden de hele ochtend vrijblijvend binnenlopen op ieder gewenst moment. Ze hebben van tevoren kunnen zien wat het programma is. Soms willen ouders bepaalde lessen zien. Ouders zijn aangeschreven om de open dag te bezoeken. Ouders worden ontvangen bij de ingang van de school. Krijgen door ouders een rondleiding en soms ook door het personeel, soms beide, om zo goed mogelijk beeld te geven wat de Uilenbrink te bieden heeft. De Uilenbrink heeft een breed aanbod, breed leerstofaanbod. Wil graag niet alleen voor taal en rekenen het goede bieden, maar wil ook graag voor drama, muziek, creativiteit, de meerbegaafden binnen de school aandacht geven. De kinderen die het wat moeilijker hebben binnen de school op de juiste manier. Het maximale halen in wat kinderen in huis hebben. De open dag trok veel belangstellenden. Ik heb verschillende ouders gezien die met groepjes ouders de school doorgingen. Er is in de verschillende klassen een kijkje genomen. De lessen gingen gewoon door, hoe moeilijk dat dan ook is. Ik heb het idee dat de school goed bezocht is. En wat daarvan het resultaat is, gaan we afwachten. De open dag is niet het enige bijzondere op de agenda dit jaar. De Uilenbrink heeft namelijk iets te vieren. We zijn 35 jaar actief in Veghel, openbaar onderwijs in Veghel, 35 jaar de Uilenbrink. Het is een school die in de loop van de jaren zichzelf sterker gemaakt heeft, die steeds meer en meer kwaliteit gaan geven. En dit jaar in april vieren we dat met de kinderen samen, met een feestweek. Allerlei leuke activiteiten staan op het programma en op slot op vrijdag wordt dat goed gevierd.